Er wordt al geruime tijd hard gewerkt aan de Garenmarkt. Daar wordt een parkeergarage gebouwd. Sinds gisteren rijden de betonmixers af en aan, iedere 10 minuten eentje. En dat gaat door tot vanavond. 36 uur lang wordt het beton aangevoerd over de weg. Beton dat nodig is om onder water de betonvloer van de garage te storten. In totaal wordt ongeveer 3800 kubieke meter beton onder water aangebracht. Vanwege de vereiste kwaliteit mag die betonstort niet onderbroken worden. Tijdens de werkzaamheden werd het fietsverkeer tijdelijk omgeleid. Verkeersregelaars van de gemeente Leiden die zorgden ervoor dat alles in goede banen werd geleid. Als de ondergrondse parkeergarage aan de Garenmarkt klaar is, dan zijn er 425 parkeerplaatsen gerealiseerd. De parkeerplaatsen op het plein vervallen dan. De werkzaamheden moeten klaar zijn begin 2020.